De heer Yid. Dat verklaar en beloof ik. De heer Akbar. Dat verklaar en beloof ik. Zou de partij die het opneemt voor ondernemers, de kwetsbaren en inzet op een eerlijk Nederland voor iedereen gaan meebesturen? We hebben op dit moment huizen beschikbaar die in het topsegment zitten of in het hoogsegment en die gewoon niet bewoonbaar of niet bewoond worden. Er zijn genoeg Rotterdammers die tegen mij zeggen: meneer Yid, hoe kunnen jullie als gemeente 223 miljoen euro gaan besteden aan de renovatie van een museum, terwijl ik mijn maag moet vullen, terwijl ik niet eens die zekerheid heb dat ik vanavond eten heb? Wat is uw boodschap aan die mensen? Energy Eat en Fauzi Asbak, ik ben ongelooflijk trots op jullie. Ik heb jullie zien groeien de afgelopen jaren via de gemeenteraad naar een volwaardige post van wethouder in de ene grootste stad. Meneer Akbar. Dat verklaar en beloof. Van harte gefeliciteerd. Ik ben erg trots dat wij extra middelen hebben gerealiseerd om armoede te bestrijden in Rotterdam. Ik ben trots dat we gaan bouwen voor betaalbaar en naar behoefte. Ik ben trots dat we extra middelen beschikbaar hebben gesteld om discriminatie in Rotterdam tegen te gaan. Of het nou gaat bij de politie of het gaat bij werkgevers, dat zijn punten die we de komende 4 jaar sowieso gaan realiseren in Rotterdam. Ik zal me bezighouden met armoedebestrijding. 1 op de 6 kinderen leeft helaas in armoede in Rotterdam. Dat gaan wij dus aanpakken. En als we kijken naar schuldhulpverlening, dan zien we dat daar een hele industrie achter zit. En dat mogen wij niet laten gebeuren. En als het gaat om taal, dan zien we dat er nog steeds heel veel uitdagingen zijn. We zien laaggeletterdheid in Rotterdam, dat een heel groot probleem is. En wij gaan daarmee aan de slag. Jarenlang riepen we: Rotterdam is van ons allemaal. En nu kan ik met trots zeggen: Rotterdam is van ons allemaal.